Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een shoplog voor jullie. Voor iedereen die mij volgt op Instagram. Jullie konden allemaal zien dat ik naar Enschede was geweest laat. En ik heb daar natuurlijk allemaal leuke dingen gekocht. Dat laat ik jullie in deze video zien. Ik heb dingen gekocht bij de Sting, bij de New Yorker en bij de Primark. En daarnaast heb ik ook een pakketje ontvangen van Rose Gold. Die heeft gevraagd om een samenwerking. En mocht ik een paar dingen uitzoeken. Abonneer nog even op mijn kanaal hieronder op de rode knop. Het is helemaal gratis en dan blijf je op de hoogte van mijn video's. Vergeet natuurlijk ook niet even dat belletje aan te zetten, zodat je ook een melding krijgt. Als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat ook zeker. Ik ga binnenkort naar Creta. Als dit online komt, ben ik al naar Creta geweest of zit ik op Creta. Als eerste de Sting. De Sting is echt oprecht een van mijn favoriete winkels. Elke keer als ik daar kom, vind ik bijna altijd wel wat leuks. Jongens, in Enschede, die Sting is zo mooi. Hij is echt twee keer zo groot dan in Amsterdam. En ja, hij is zo mooi, je hebt zoveel kleding. Oké, als eerste bij de Sting dit super schattige leuke broekje. En er zit al geen kaartje meer aan, want ik heb hem al een paar keer gedragen. En ik vind hem echt super fijn. Hij is echt super cute en hij zit heel erg chill. En dan heeft hij aan de zijkant en aan de onderkant heeft hij zo'n randje. Heel erg leuk dat het ook doorloopt bij die pijpjes. Dat ziet heel erg schattig uit. Geeft een beetje een wat stoere vibe. Aan de binnenkant zie je een blauwe band. Maar dat doet er niet echt toe, want dat zie je toch niet. Dus deze ga ik zeker meenemen op vakantie. Want het is gewoon heel erg chill als je gewoon een leuk broekje hebt. Die je gewoon even makkelijk aan kan doen. Ik heb hem in een S trouwens. S pas ik wel gewoon goed. Normaal was deze €25 en nu €20. Dan jongens... Voor iedereen die mijn pashokje shoplog gezien hebt en mijn H&M shoplog, die weet dat ik best wel moeite heb met korte broekjes, gewoon van die shorts. Elke keer is S te klein en M is te groot. Maar nu was ik bij de Sting en ik heb eindelijk een broekje die echt perfect zit gewoon. Jongens, echt perfect. En ik ben hier zo blij mee. Dit is een M. Wat ik ook heel graag wilde was aan de onderkant dat ze van die rafeltjes had en niet dat het zo omgevouwen was. En daarna heeft hij wat subtiele gaten, niet te erg, gewoon een heel klein beetje, wat ik echt heel erg leuk vind. Minpuntje is dat hij wel allemaal knopen heeft. Kijk, niet soepeltjes, maar hij zit wel gewoon mooi. Het niet dat het helemaal open staat, zeg maar. Hij was wel wat duurder, €35, dus vind ik best wel veel voor zo'n klein broekje eigenlijk. Maar ik dacht, weet je, ik ben zo lang al op zoek naar een goed, perfect broekje. En dit is gewoon echt precies degene die ik zocht. Oké. En dan het allerlaatste item is deze polo. 2 jaar geleden ging ik een keer winkelen. Toen zag ik ook een polo. Dat ik gepast was echt super leuk. Maar die heb ik nooit gekocht. En ik heb nog nooit een polo eerder gehad. En toen zag ik deze. Toen dacht ik, oh, die is echt heel vet en heel mooi en cute. En ik wil die echt een keer passen. Deze was €25 en dit is maat S. Bij de Sting heb je allemaal merken binnen de Sting. Die hebben allemaal soorten verschillende stijlen. Sommige heel cute, sommige heel stoer. Dit is Anti-Blue. Dit is ook een heel leuk merk binnen de Sting-lijn. En dit is dus Bien Bleu. Het grijze broek is ook van dit merk, zeg maar. En ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik ga proberen om zoveel mogelijk items wat ik in deze video laat zien in de beschrijving te zetten. Dus ben je benieuwd naar een item? Kijk even in de beschrijving. Daarnaast heel kort, maar als ik iets draag in de video, zet ik het ook onder in de beschrijving. Er staat er wat heb ik aan en er staat er het item, bijvoorbeeld een trui met waar die van is. In dit geval een shirt en dan van de Zara. Dus wil je weten wat ik aan heb in de video? Kijk dan in de beschrijving. Dan gaan we naar de New Yorker. Ik kom daar persoonlijk niet heel vaak. Maar ik was best wel verbaasd. Ze hebben echt super, super veel kleding. Maar ook echt leuke kleding. Ook heel veel kleding wat je bijvoorbeeld bij Sephora kan vinden. Of bij echt online websites heb je daar ook gewoon. En toen kwam ik dit setje tegen. Dit is een two-piece setje eigenlijk. En ik vond het zo leuk. Ik heb zo'n soort setje ook in het rood. Die kun je nu hier zien. En daar ben ik echt verliefd op. Die had ik mee naar Spanje vorig jaar. En ik vond die zo mooi. Vooral als je een bruid bent. En gewoon, ja, echt heel erg schattig. En toen zag ik dat bij de New Yorker je best wel veel two-pieces had. En deze vond ik zo schattig. En er staan allemaal bloemetjes op. En dit is een rokje. En hierboven heeft hij een band. Dus dat is heel erg chill. En hij is best wel high-waist. En daarbovenop hoort dit blouseje. Kijk, super schattig.
Dit is een off-shoulder topje en dan is hij ook cropped. Hier heeft hij een strikje, dan kan je hem zeg maar aanstrikken. En dat ziet ook nog heel schattig uit. Top was 13 euro. En het rokje, die was ook 13 euro, ja. Dus 26 euro. Ik denk dat ik met dit setje toch wel de allerleukste foto's kan maken op Kreta en in Spanje. Dus ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Oké, dan ga ik nog even naar het Primark. En ik zoek al best wel lang een sportbroek die niet doorschijnt. En toen zag ik deze broek hangen. En wat me opviel was dit kaartje. 5 euro. Ik heb best wel lange benen, dus heel vaak zijn die broeken net te kort. Maar deze is echt top. Precies goede lengte. Boven heeft hij een dunne band. Ja, zo'n elastiek. En dan heeft hij zo'n stofje. Hij is ook best wel high waist. Kijk, hij is ook best wel een dikker stofje. Dus wel best wel goede kwaliteit. Dus daar ben ik best wel verbaasd over. Dus hij schijnt echt niet door. We hebben het getest. Dat was alles wat ik in Enschede gekocht heb. Maar wat ik aan het begin van deze video zei, dat ik ook nog een pakketje gekregen had van Rose Gold. Ik had 3 kledingstukken en 1 soort van beach handdoek. Niet echt meer af te drogen, maar zo'n hele grote ronde waar je dan op kon zitten. En die was zo cute. Ik dacht, alles echt perfect voor foto's en om lekker te chillen. En ja, die vond ik echt heel erg leuk. Maar blijkbaar was die uitverkocht. Dus ik heb de andere 3 items wel gekregen. Dus ik hoop dat die binnenkomt. Het komt allemaal in zulke zakjes. En ik kreeg het binnen. En ik dacht, oh, hier heb je een streek af voor je rug en dit en dat. En toen trok ik het aan. Gewoon zo. En dacht ik, oh ja, ik weet niet. Toen keek ik op de site, dacht ik, huh? Op de site zag het er heel anders uit en het klopt niet. Ik zat natuurlijk weer niet goed op te letten. Maar dit is de voorkant. Hier heb je een strikje en die moet je dus zo vaststrikken. En heb je hier zo'n heel klein gat wat dan je huid laat zien. Het ziet er ook best wel groot uit, maar dat valt op zich mee. Aan de zijkant heb je een rit, want anders kom je natuurlijk nooit erin. Maar ik hou echt van jumpsuits, echt heel erg cute. Dit is een M, maar zit best wel prima. Deze was $19, dus ik weet niet precies hoeveel euro dit is. Maar ik zal alle linkjes van de items hier beneden zetten. Dus dan kan je het zelf even bekijken op de site. Dan heb ik hier een jurkje en hier ben ik toch wel wat minder tevreden over. Het is een zwart jurkje met van die uitgesneden schouders. En dan aan de onderkant op de mouwen en op het jurkje heb je een soort van bloemenpatroon. Maar als eerste, en ook echt heel raar, die stof, dat is niet kledingstof. En ik denk dat dit, als het nat wordt, dat het heel erg gaat kleven. En nee, dit is echt niet een fijn stofje. Ik dacht het wel cute dat dit zo zit en dan heb je van die blote schouders. Jongens, kijk even hoe wijd dit is. Zoals jullie zien is het echt super wijd. Dus ja, nee, dit is echt, dit is niks. Wat ik wel cute vind is bij de armen. Dat vind ik wel leuk gedaan. Dat je hier een elastiekje hebt, waardoor het een beetje wat poeverig wordt. En dat vind ik wel heel erg leuk. Bij dit item denk ik wel echt, de kwaliteit hiervan is zo slecht. Maar ik snap dat niet, want bij dit item heb ik eigenlijk geen één draadje los zien zitten. En wel gewoon wat dikkere en goede stof. En dan het laatste item wat binnen is gekomen, is wel weer iets waar ik heel erg tevreden over ben. Het is een witte jumpsuit met lange mouwen. En jongens, ik vind deze zo schattig. Ik vind deze echt zo schattig. Maar het is dus een witte stof en er zitten allemaal van die soort van hele kleine bolletjes op. En bij die mouwen lopen ze lang uit. En dan heb je hier ook nog een soort van elastiekje om ze wat strakker te maken. En een leuk strikje. Heel vaak schijnen witte dingen door. Dit is dus het stofje. En dan heb je hier zo'n binnenstofje, waardoor het niet doorschijnt. En dan hier naar boven toe heb je een paar knoopjes. En dan kan je er natuurlijk zoveel vastmaken als je wilt. Dus deze vind ik echt heel erg leuk. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Oké, jongens, dat waren alle items van Rose Gold. Ben ik super blij met die witte jumpsuit. En ik hoop dat mijn badlaken nog komen, want daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. En voor de rest ben ik heel erg blij dat ik weer leuke items heb. Als je ooit langs Enschede komt of als je ooit ergens wilt gaan shoppen. Enschede is een superleuke stad. Heel veel leuke winkels. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het ook nog even hieronder op de rode knop. En druk ook nog even op het belletje, zodat je een melding krijgt als ik een nieuwe video upload. En volg me nog niet op Instagram. Doe dat ook nog even. Alle linkjes daarvan staan ook beneden in de beschrijving. Dat gezegd heb, ik wens iedereen nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doeg!